Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, via HAVO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik het hebben over de cosinusregel. Dus ben ik er nog even terug op de rotatie en op de sinusregel. Even kijken waar de sinusregel ook alweer goed voor was en wat er mis mee ging. En dan gaan we even kijken naar de cosinusregel. Dus pak even de rekenmachine erbij voor de zekerheid. En dan... Oeps. En dan kunnen we beginnen. Goed. Hoe zal het ook alweer? We nemen een algemene driehoek. Dus dat hoeft niet een driehoek te zijn met een rechte hoek. En dat is driehoek ABC. En we hadden afgesproken dat we de hoek bij A, de grootte van die hoek in graden noemden we alfa. En hoek B noemden we beta. En hoek C noemden we gamma. En die zijdes hadden ook een speciale naam. De zijde tegenover hoek A heet A. De zijde tegenover hoek B heet B, hè, kleine b. En de zijde tegenover hoek C heet kleine c. In deze driehoek kon je dan de sinusregel opschrijven. En dat was dit. A gedeeld door sinus alfa is B gedeeld door sinus beta is C gedeeld door sinus gamma. En deze regel is nuttig als je van een driehoek een hoek en een tegenoverliggende zijde weet. En iets anders, dan kan je alles berekenen. Dus hoek plus overstaande zijde plus een ander gegeven, hè, dus een andere zijde of hoek. Geeft alles. Oké, nou dat is niet helemaal waar. Want als je met de sinusregel een hoek ging uitrekenen, dan waren er altijd twee opties. Want je kon zowel de hoek krijgen die je eruit krijgt, maar je kan ook 180 graden min die hoek doen. Dus als je met de sinusregel een hoek berekent, moet je altijd even nagaan. Zit ik in een stomphoekige driehoek of in een rechthoekige driehoek? Wat is die hoek eigenlijk? En dan kies je één van de twee. Dat is een beetje de moeilijkheid van de sinusregel. Oké, nou de cosinusregel, die heeft dat probleem niet. En de cosinusregel die kun je gebruiken als je niet een hoek en een overstaande zijde weet. Maar als je juist een hoek hebt die tussen twee zijdes in zit die je weet en verder weet je niks. Dus de cosinusregel komt hier. Die luidt a kwadraat is b kwadraat plus c kwadraat min 2bc cosinus alfa. En in het boek zie je dat er drie cosinusregels staan. Nou, die kan je zelf heel makkelijk opschrijven als je er eentje weet. Dat doe je namelijk met cyclisch verwisselen. Cyclisch verwisselen betekent dat je a vervangt door b, b vervangt door c en c vervangt door a. En ook dat je alfa vervangt door beta, beta vervangt door gamma en gamma vervangt weer door alfa. Dus je krijgt ook b kwadraat is c kwadraat plus a kwadraat min 2ac cosinus beta. Ja, dus ik heb a vervangen door b, b door c en c door a. En hier de volgorde omgedraaid, want dat vond ik mooier. En tenslotte hebben we ook nog c kwadraat is a kwadraat plus b kwadraat min 2ab cosinus gamma. En als hier nog een keer cyclisch verwisselt, komen we weer bij die cosinusregel uit. Cosinusregel is nuttig. Als je drie zijdes weet, dan kan je namelijk alle hoeken berekenen. Of als je een hoek weet en de zijdes die eraan vastzitten, dan kan je de andere zijde berekenen. Dus nuttig als je alle zijden weet. Of een hoek met twee aanliggende zijden. Oké, nou ik ga straks bij een som een voorbeeld doen waarbij je zeg maar de hoek weet en de zijden die aan de hoek vastzitten. Dus ik wil nu even een voorbeeld doen waarbij je alle zijden weet, maar niet de hoek. Dus komt-ie. Dit is een driehoek. Dit is 10. Dit is 8. Dit is 9. En ik wil graag weten hoe groot deze hoek is. Dus driehoek ABC
gevraagd is hoek alfa. Nou, dan pak je natuurlijk de cosinusregel waar die hoek daadwerkelijk in voorkomt. En dat is deze. Dus deze gaan we nu invullen. Oké, nou, eerst maar even de gegevens netjes opschrijven. A is 8, hè, dat is die. B is 9, C is 10. En die hoek alfa die willen we graag weten. Nou, dus dan krijg je 8 kwadraat is 9 kwadraat plus 10 kwadraat. Min 2 keer 9 keer 10 keer de cosinus van alfa. Nou, het ziet eruit als een lange berekening, maar het valt best wel mee. Ik denk dat we het beste eventjes dit naar de andere kant kunnen brengen. En die 8 kwadraat ook. En we gaan het ook meteen even uitrekenen. Dus 2 keer 9 is 18. 18 keer 10 is 180. Cosinus alfa. En 9 kwadraat plus 10 kwadraat. Hè, 9 kwadraat is 81. 10 kwadraat is 100. Dus dit is 181 min 64. En 181 min 64, dat kunnen jullie natuurlijk uit je hoofd. Maar jullie oude wiskundeleraar, die kan dat niet. Dus die doet het even op zijn rekenmachine. En die komt uit op 117. Oké, dus dit geeft dat cosinus alfa gelijk is aan 117 gedeeld door 180. Ofwel dat alfa gelijk is aan de shift cosinus van dit getal. Dus 117 gedeeld door 180. Nou, even uitrekenen. Shift cosinus 117 gedeeld door 180. Geeft 49,5 als ik het afrond. Nou ja, en merk op dat je dit dus niet met een sinusregel had kunnen doen. Want je hebt geen enkele hoek. Dus van de sinusregel weet je die hele ons terrein niet. Dus dat is kansloos. Dit kan echt alleen maar met de cosinusregel. Oké, dan lijkt het me leuk om ook nog even een sommetje te doen. En som 35 sluit wel goed aan bij wat we net hebben gedaan. En daar zal ook de sinusregel nog eventjes in terugkomen. Dus ik ga eventjes... ik denk dat ik de cosinusregel even hierboven aan het bord schrijf. En dat ik dat tekeningetje laat staan. En dan gaan we kijken of we som 35 kunnen maken. Dus, dit gaat weg. En de cosinusregel, dat was... A kwadraat is B kwadraat plus C kwadraat min 2BC cosinus alfa. Goed, nou de situatie bij som 35 is als volgt. Je hebt een of andere rare vierhoek. En die ziet er zo uit. Hij heet ABCD. Zo. En er is gegeven dat hoek A 50 graden is. Je ziet dat mijn schets niet klopt, maar dat boeit niet. Dit is 10, dus AB is 10, AD is 6, CD is 4 en deze hele hoek is 125 graden. Oké, dat zijn alle gegevens. En dan willen ze dat je een aantal dingen uitrekent. Ze willen BD weten, ze willen hoek CBD weten en ze willen BC weten. Oké, nou laten we eens maar even BD uitrekenen. BD, dit ding. En je ziet dat BD zit in driehoek ABD. Ja? En dit is niet een standaard ABC-driehoek. Dus als je daar de cosinusregel opschrijft, dan moet je ook gewoon echt eventjes de namen van die zijdes gebruiken en de hoeken. Dus ik zou in dit geval zeggen, BD kwadraat. En dat is de zijde tegenover de hoek. Hier, alfa en A kwadraat. Dit is de zijde tegenover die hoek waar het om gaat. En dan heb je hier de andere twee zijdes in het kwadraat. Dus 6 kwadraat, 10 kwadraat, min 2 een keer. En dan nog een keer de lengtes van die zijdes. Keer de cosinus van die hoek. En die hoek is 50 graden. Dus hier staat gewoon cosinus van 50 graden. Oh, maar dan is BD best makkelijk te berekenen. Want dit hier, daar zitten geen letters meer in. Dit kan ik gewoon helemaal intoetsen. Dus kan ik uitrekenen wat BD kwadraat is. Oké, BD kwadraat is... 6 kwadraat plus 10 kwadraat min 2 keer 6 keer 10 keer de cosinus van 50 graden. Zorg dat je rekenmachine op graden staat. Maar ja, als je zover bent in het hoofdstuk als dit staat, je rekenmachine natuurlijk standaard op graden.
Dit is 58,86 puntje, puntje. Dus BD is daar dan de wortel van. En dat kun je intoetsen met wortel ans bijvoorbeeld. Dus dan doe je wortel ans. Een ans is second kleine min. En dat geeft als antwoord 7,67 puntje, puntje, puntje. Oké, dit sla ik even op in A. Want ik moet hier straks vast nog mee verder rekenen. En ik wil niet met een afgerond getal verder rekenen. Dus 7,67 puntje, puntje, puntje. Dat is deze zijde. Oké, dat is 35a. 35b. Bereken hoek CBD. Nou, hoek CBD. CBD, hè, dat is deze hoek. En we weten die hoek en die zijde. En we weten die hoek en die zijde. Met andere woorden, we kunnen hier de sinusregel gebruiken. We kunnen de sinusregel gebruiken om deze hoek te berekenen. En omdat deze hoek groter is dan 180 graden, weten we zeker dat deze kleiner is dan 90 graden. Of sorry, deze hoek is groter dan 90 graden en die is dus kleiner dan 90 graden, want samen zijn ze 180 graden. En een driehoek kan hooguit één stompe hoek hebben. We kunnen hier gewoon de sinusregel gaan opschrijven. Nou, laten we dat doen. Dus, dan hebben we die 4. Deze zijde zit tegenover die hoek. Dus 4 gedeeld door de sinus van die hoek CBD, dat is de hoek die gevraagd is, is gelijk aan die zijde gedeeld door de sinus van die hoek. He? Nou, die zijde was 7,67 puntje, 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 die zit in A. En die hoek was 125 graden. Oké, dus nu kan ik die sinus berekenen door die keer die gedeelde te doen, ja, alsof het een verhoudingstabel is. Dus dan staat er, de sinus van hoek CBD is gelijk aan 4 keer de sinus van 125 graden gedeeld door 7,67 puntje, puntje, puntje. Er komt een getalletje uit, maar ik ben geïnteresseerd in hoek CBD. Dus ik neem daar meteen de shift sinus van. Dus de shift sinus van 4 keer de sinus van 125 graden gedeeld door 7,67 puntje, puntje, puntje. Oké, dat kunnen we meteen intoetsen. Dus second sinus, dan krijg je shift sinus. Bovenin de sinus staat min sinus 125. En dan wordt die hele boel nog gedeeld door die a, hè? Want ik had dat getalletje in a gezet. En dan kom je uit op een hoek van 25,2 puntje, puntje, graden. Dus je kan als antwoord 25,3 graden geven. Maar we moeten er ook mee doorrekenen en daarom zet ik hem eventjes in B. Dus opslaan, het sto in B. Nee. Alpha B. Ja. Oké, nu zit hij in B. Mooi. Dus deze hoeken weten we ook. Dat is 25,2 puntje, puntje, puntje. Oké, we schieten op. Dat is som B. Gaan we naar som C. Bij som C zeggen ze, bereken BC in 1 decimaal nauwkeurig. Oké, BC, dat is dit ding. En dit ding heeft te maken met die hoek. Maar deze hoek, die kunnen we berekenen met hoeken som driehoek. Dus je kan zeggen, hoek BDC is gelijk aan 180 graden min 125 graden min die hoek die we net hebben uitgerekend, de 25,2 puntje, puntje graden. En dat geeft, dat rekenen we uit, dus 180 min 125 min de hoek die we net in B hebben opgeslagen. En dan krijg je 29,7 puntje, puntje graden. En die slaan we even op in C. Oké, dus zet ik er even bij. Dat is geheugensteuntje, dat hoef je op de toets niet op te schrijven. Maar dat helpt jou misschien om te onthouden welk getal in welk geheugen zit. Goed, dan weten we dus hoek BDC. En dan moeten we dus die BC nog even uitrekenen. Nou, dat gaat weer met de sinusregel. Dus dan hebben we de BC gedeeld door de sinus van de hoek die er tegenover ligt. Dus dat is de sinus van die hoek BDC. Dat is de sinus van 29,7 puntje, puntje, graden. En dan nemen we een andere zijde, een andere hoek. Maakt niet zoveel uit welke je neemt. Laten we gewoon die nemen met de 25,2 en de 4. Dus hier de 4 en hier de sinus
25,2 puntje. Zo, graden. En dat geeft dat BC gelijk is aan 4 keer de sinus van 29,7 puntje graden gedeeld door de sinus van 25,2 puntje graden. Oké, nou dat gaan we dan weer intoetsen. Dus 4 keer de sinus van 29,7, dat was geheugen C, zo, gedeeld door de sinus van 25,2 graden en dat is geheugen B, dus sinus B. Oké, en dat is dan 4,64, dus moeten we nog op decimaal of zo? 1 decimaal nauwkeurig, nou dan zou ik zeggen dat het 4,6 is. Oké, dus merk op dat ik bij deze som geen enkele keer een lang getal van mijn rekenmachine heb overgenomen en opnieuw heb ingetoetst. Ik heb alles gedaan met die geheugens en dat is vet handig, dus doe dat vooral zelf ook. Goed, nou, dat was de cosinusregel. Er zijn nog veel meer leuke sommen. Als aanleiding is, dan zal ik er nog eentje bespreken, maar nu gaan we afsluiten. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan falen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.